de halve finale, tweede wedstrijd. Eerst vorige week, hoe vond je dat gaan? Ja, goede start. Toen denk ik dat iedereen dacht van wow, dit gaat weer heel makkelijk en dan zak het een beetje in. En op een gegeven moment merk ik wel dat we echt moeten aanzetten. Dus zij kregen wel de kansen en die maakten ze stomme fouten op het moment. Waardoor we eigenlijk met de winst doorgaan en de druk vandaag bij hun af. Ja, nou, dan begin je vandaag. Wat vond je ten eerste van de sfeer bij de opkomst? Ja, zoals altijd, flink kabaal en geeft heel veel zelfvertrouwen natuurlijk. Dus dat is zoals altijd gewoon. Ja, dan begint op een gegeven moment begint de wedstrijd. Wat doe jij om jezelf van de zenuwen in bedwang te houden om je daar vanaf te helpen? Ja, sowieso heb ik niet zo last van zenuwen. Want ik wikkel gewoon de hele week om te mogen spelen. En dan sta je in het veld en dan moet je laten zien. En dat doe je dan natuurlijk ook heel graag, want je hebt gewoon veel geknokt. En dan heb je niet echt met zenuwen te maken, maar meer van dat je jezelf wilt bewijzen. Alleen dan moet je uitkijken dat je niet boven jezelf uit wilt stijgen, maar gewoon met je eigen niveau doet. En als je eigen niveau prima is, dan zie je niet waarom je meer je best moet doen. Nou, vandaag was je tevreden over jezelf en over het team? Ja, op de laatste set, hè, dan stond het eventjes in. Ik krijg een serie tegen, maar een stevige, stabiele paas en alles is mogelijk. Dan. Nou, dan zie je op een gegeven moment dat de spelers steeds naar elkaar gaan optrekken. Merk je daar zelf ook wat van? Ja, ik ben eigenlijk gewoon echt met mezelf bezig. Want Matteo staat dan achter mij te verdedigen als ik moet blokkeren. En die blijft me erop wijzen wat ik moet doen. Want dan ben ik nog echt heel erg aan het leren van hoe stabiel moet je blokkeren. En probeer dat je niet gaat zweven, want dat wil ik nog wel graag doen. Ja. En dat is het enige waar je mee bezig gaat, niet echt met de rest. Weet je, het is wel vervelend omdat je naartoe moet pasen en die afstemming moet kloppen. Maar voor de rest, doet ieder gewoon eigenlijk het ergste ding. Oké, nou, nu de finale. Heb je een voorkeur? Liekeurgus of Tilburg? Liekeurgus, ja. Zeker omdat ze veel mooiere sport al hebben. Omdat je nieuw beton speelt. En ja, even de sfeer en... Ik denk ook dat het je wat beter ligt. Rond de bevinding. Ja, je zit in de bus. Hoe lang het duurt, dat maakt niet uit. En je bent altijd met elkaar. Maar het is echt puur gewoon de hal. Dat je niet met kapotte knieën terugkomt. En weer thuis moet spelen, zeg maar. Nou ja, dan gaan we hard trainen deze week. En dan gaan we zaterdag beginnen aan de finale ronde. Eerst weekend vieren. Eerst weekend vieren. Normale ziekte. Eerst goed, bedankt.